Hallo allemaal, hier Electro. Ik wil graag jullie deck laten zien. Op dit moment sta ik 813 van de wereld. En de top 20 van Nederland. Ik zal jullie gelijk een paar mooie potjes laten zien. Hij start hier met de pomp. En dan gooi ik mijn fireball. Op dat ik laat hem zeg maar komen. Ik begin met mijn chickies. En hij gaat zijn golem neerzetten. Op dat moment gooi ik mijn P.E.K.K.A. neer en ga proberen om hem neer te halen. Hij gooit zijn wizard neer. Op dit moment een hele sterke kaart in de nieuwe patch. En die haal ik neer. Ik doe wat damage met mijn flying machine. En weer mijn firewall erop. Ik gooi mijn furnace weer neer. En mijn cheese. Hij start weer met zijn column en probeert dezelfde aanval te herhalen. Hij gooit zijn Dark Prince neer. En ik mijn volgende aanval. En mijn flying machine. Mijn seppies doen zijn werk en mijn knight. En mijn chickies erachter en ga ik de toren neerhalen. Ik maak eigenlijk gebruik van hij heeft geen elixirpomp. Dus dan is het deck te zwaar om er wat tegen te doen. En het potje is gebeurd. Hier de volgende. Dit is weer een golem deck. Maar deze is lastiger, want er zit wat splash damage bij. En dat is voor mijn deck wat moeilijker te doen. De Knight is heel goed tegen de Dark Prince. Hij haalt hem makkelijk neer. En hij gooit zijn pomp neer. Ik gooi altijd mijn Fireball op de pomp. Want stel dat hij een 3 Musk hebt of een Golem, dan is dat. Dan, anders verlies je echt. Ik gooi mijn Zeppies neer en mijn P.E.K.K.A. En hij zijn bouwvakker. Ik kan gelukkig overleef ik het net. Ik moet echt mijn knight gooien om te overleven. Dat is het gevaarlijke van zijn deck. Ik gooi weer de fireball op zijn pomp. En hij gooit weer zijn column neer. Ik gooi weer mijn P.E.K.K.A. neer en doe eigenlijk hetzelfde. Ik mijn seppies erachter en mijn furnace. Je ziet dat wel heel belangrijk is dat ik mijn flying machine niet op mijn seppies zet. Zodat ik inderdaad dat als hij een fireball cast, dat niet in één keer al mijn troepen weg zijn. Al mijn seppies doen de werk en halen mooie damage van de tafel. Mijn P.E.K.K.A. is nog steeds in leven en die haalt heel de golem neer. Ik zet weer een P.E.K.K.A. neer. Op dit moment weet ik eigenlijk dat de winst binnen is. Ik gooi mijn seppies neer en boom, weer een overwinning. Lekker hoor. Hier de laatste. Dat is op dit moment echt een hot deck in wording. Dat is de Sparky Wizard deck. En die doet het op dit moment. Ben ik van overtuigd dat die in de nieuwe patch het heel erg goed gaat doen. Hij gooit zijn skelet neer en ik gooi mijn fireball neer. Op dit moment is hij neer. Helaas ben ik mijn furnace kwijt. Dat is jammer. Ik gooi mijn flying machine neer met de hoop dat ik zijn furnace neer kan krijgen. Dat gebeurt niet, maar hij gooit zijn wizard neer en zijn wizard is down. Op dat gebied sta ik er goed voor. Hij heeft zijn skelet army neergegooid. En heb ik eigenlijk meer rust om mijn P.E.K.K.A. neer te droppen. En dat ga ik nu ook doen. Kijk eens aan. Hij gooit zijn Flying Gangbang neer. Op dat gebied is die helemaal kapot. Ik kan flink wat damage doen. Moet kijken wat voor damage die Zeppies doen op zijn tower. Hij moet eigenlijk. Dat is een leuke combo tower, Skeleton Army met de Wizard. En hij begint met zijn Sparky.
Ik met mijn Zappies en mijn flying machine en mijn Pekka. En Pekka die sloopt zijn, kijk, mooi werk. Helemaal goed. Nou, op dit moment doet mijn flying machine, twee flying machines bij elkaar en helaas net niet. Nou, het is eigenlijk continu halen en hopen dat ik zijn toren neerkrijg. En boom, een perfecte firewallkast. En het mooie is dat mijn flying machine nu alle damage kan doen en ik weet dat de winst binnen is. Boom, boom, over. Bedankt voor jullie kijken. Ik spreek jullie snel. Tot de volgende keer. Laters.